Op de Novio Tech Campus is een gloednieuwe miner van start gegaan. De miner is ontstaan uit de samenwerking tussen het Chip Integration Technology Center en de Han. De miner met de naam Semiconductor Packaging is een innovatief project dat zich bezighoudt met kleine computerchips. Dat is uh, uiteindelijk, je maakt eerst de chip, de brein zou je kunnen zeggen van het, uh, van het geheel, en die moet je vervolgens verpakken, zeg maar uh, vocht en dat soort zaken, daar, kan, daar kunnen ze niet tegen, dus je wil hem eigenlijk heel goed uh, dicht doen. Gwen Visser zit bij de eerste lichting studenten die de minor gaan volgen. Via via hoorde Gwen van de minor en voor hem paste dit project perfect. Hij studeert namelijk chemie aan de hand en werkt al bij NXP met deze chips, maar hij wil hier nog meer over leren. Ik zit eigenlijk precies een stap verder in het proces. Uh, ik krijg heel veel te maken met... Uh... Fouten in packages, etcetera. En ik hoop hier eigenlijk uh, de stap daarvoor te leren. Waardoor ik dus eigenlijk kan, uh, ja, alle richting kan geven waar het fout gegaan is in het proces. Bij de fouten die ik zelf tegenkom, zeg maar. Namen als NXP, waar de chips worden gemaakt. En ASML, die apparaten maakt om computerchips te bouwen. Zijn nationaal en internationaal al vrij bekend. Het maken van de chips gaat ons in Nederland dus goed af. Maar dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Dan moet je denken aan dingen dat er opeens camera's uh, zeg maar, bij een chipje gebouwd moeten worden. Antennes moeten er in een chipje. 5G, 4G, noem het allemaal maar op. Wifi, NFC, dat zijn allemaal antennes die moeten, als het even kan, in dat chipje. Door de bedrijven die op de techcampus zijn gevestigd en de eerder genoemde uitdagingen van de laatste tijd, is de ontwikkeling van deze miner niet zo'n grote verrassing. Ook voor de Han past de samenwerking met het CUTC als een jas. De Han heeft, uh, heeft een aantal speerpunten. Hè? En uh, een van die speerpunten is dat je moet kijken naar de behoefte in de regio. En daar dan iets voor ontwikkelen. En dit past helemaal in dat, uh, in dat speerpunt van, uh, van de Han. Door al dit gepraat over chips komt vanzelf de naam Brainport Eindhoven omhoog. Kunnen we die vergelijking maken? Dat zou heel mooi zijn. Dat zou, dat zou ik ook heel erg fijn vinden. Ik ben in een andere hoedanigheid ook betrokken bij NTC, bij de campus hier. En uh, een van de, van de ja, zeg maar, uh, uitdagingen die we daar hebben, is om, te, om die richting op te gaan. Uh, maar dan hebben we nog wel uh, wat tijd nodig, vrees ik. Ja.